Oh, het klinkt echt zo ontzettend mooi. Oh, nee. Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. Nou ja, vandaag ga ik een beetje vloggen voor jullie op stal. En dit doe ik natuurlijk niet zomaar, want ik heb namelijk iets leuks. Ik heb namelijk een nieuwe spray gekocht en ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe die is. Dus ik dacht, ik ga jullie meenemen in een vlog om te checken of hoe die werkt. Dus wil je nou weten wat voor spray het precies is en wat het doet, blijf dan zeker kijken. Ik ben nu onderweg naar Mootje. Ik heb even een halster gepakt, want we hebben Mo natuurlijk nodig om het uit te testen. En Mo die staat hier natuurlijk, zoals altijd, weer bij Giel en Kiara. Het zou ik niet anders. En hier is Mo. Dus ik ga Mo even meenemen naar de poetsplaat. En dan zal ik jullie uitleggen wat ik precies... Ja, ik heb Mo ondertussen op de poetsplaat gezet. En hij heeft best wel een beetje last van de vliegen. Maar jullie zagen het net al een beetje, deze spuit dus. En dit is hypospray. En het is vliegenspray. En nou, ik was het eigenlijk, er zijn meerdere redenen dat ik hem gekocht heb. En ik ben best wel benieuwd hoe het dus eigenlijk werkt. Want het is een andere vliegenspray dan de meeste vliegensprays. Want de meeste vliegensprays zijn op basis van water. En als ze op basis van water zijn, dan vervliegt dat heel snel. En nou ja, ik heb daar wel andere ervaring mee. En dan spoot je het op. En dan was het eigenlijk vrij snel alweer dat er veel vliegen bij zaten. Alleen wat er anders is aan deze spray is dat dit niet op de basis van water is, maar op de basis van olie. En olie blijft dus ook langer zitten. En wat er dus ook nog echt heel erg fijn is aan olie, is dat olie een beetje glimt. En het is dus het meest gebruikte deel is natuurlijk voor om de vliegen weg te jagen. Maar het is ook nog eens super handig voor als je bijvoorbeeld op wedstrijd gaat. En dat is ook een van de redenen waarom ik hem dus gekozen heb. Omdat als ik op wedstrijd rijd, dan heb ik wel eens last van dat die vliegen storend zijn. En zeker als ik tussendoor eventjes ga stappen of zo, dan komen gelijk die vliegen bij dat je eigenlijk niet kan stappen. En hier in de buitenbak heb ik daar ook wel eens last van. Maar hij glimt dus mooi. En dat is natuurlijk leuk meegenomen voor wedstrijd als je paard mooi glimt. Dus ik ben eigenlijk ontzettend benieuwd hoe deze spray het doet. Dus laten we het snel gaan uittesten. Dan gaan we nu de spray uittesten. En er staat hier op de achterkant precies hoe je het moet gebruiken. En er staat paard insprayen op een afstand van 20 tot 40 centimeter. Alleen dat moet je dus bij een normaal paard moet je dat gewoon sprayen, sprayen, sprayen. En dan gelijkmatig verdelen. Alleen Mojito die houdt niet zo van sprayen en ook niet van scheren. Hij is eigenlijk bijna nergens bang voor, want ik kan heel erg veel dingen met hem doen. En op wedstrijden vindt hij ook eigenlijk nooit een hindernis eng of zo. Maar hij is sprayen, vindt hij gewoon niet fijn. En scheren, dat geluid ook niet. Dus ik spuit het altijd eerst even op mijn spons. En dan verdeel ik het gewoon gelijkmatig over zijn lichaam heen. En je moet het dus verdelen over de borst, de hals, de buik en de achterhand. En met een doekje of spons op zijn hoofd. Dus dat ga ik ook zachtjes doen. Hij heeft ontzettend erg last van het vliegen, dat zien jullie ook wel. En het mag alleen niet in zijn ogen of in zijn neus komen. Dus vandaar dat je het ook met een sponsje op het hoofd moet doen. Maar we gaan het nu uittesten en ik moet dus eerst hierboven moet ik hem op spray draaien, want hij staat nu nog op stop. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien op camera, maar hier staat stop en als ik hem open draai, ja, dan krijg je een soort spray dingetje. Dus dan ga ik het nu eerst eventjes een beetje bij Mo vandaan op het sponsje sprayen. Kijk, hij reageert er best al een beetje op. Zo. Het ruikt best wel anders dan andere vliegspray. Soms als er dan vliegspray gespoten is, dan kun je paarden echt van 20 meter vandaan ruiken. Maar dit ruikt heel anders. Maar goed, dan gaan we het nu eerst eventjes aan deze kant op de hals doen. Oh, je ziet, ik weet niet of jullie het op camera goed kunnen zien, maar je ziet nu al dat het gaat glimmen hier. Oké, dan spray ik er nog een beetje op. Dan ga ik het nu op de borst doen. En het is dus echt deze spray. Die is dus ook heel erg goed voor de huid van het paard. En het geeft ook geen irritaties. En wat dus heel erg fijn is, is dat je het zelf ook op je eigen huid kan gebruiken. Dat er dan ook niks gebeurt. Want het is dus zowel voor paard als voor ruiter te gebruiken. En ik vind het namelijk op buitenritten altijd heel erg vervelend.
om met lange mouwen aan te remmen. Dus het is super warm, maar anders krijg je gewoon van die steekvliegen aan de nazen en zo. Maar je kunt het dus zelf ook op je spring, dan hoef je dus niet in een warm vest of zo te gaan rijden. Dus dat is super chill. Oké, dan ga ik nu eens de achterhand doen. Oh, het klinkt echt zo ontzettend mooi. Kijk, en doordat het dus op basis van olie is, blijft het dus langer zitten. Dus dat is ook ontzettend fijn. Oké, nou deze kant is gedaan en ik zie eigenlijk bijna geen vliegen meer aan deze kant. Ik weet niet of dat nu toevallig is, maar we gaan straks eventjes met hem naar buiten. Kijk, hij gaat gelijk op de andere kant zitten, die vlieg die je wilde net hier. En toen dacht ik, ik ga toch maar naar de andere kant. Maar ik ga zo meteen eventjes naar de buitenbak, want daar heb ik vaak best wel wat last. En dan kijken. Ja, ze blijven wel hier uit de buurt waar ik gesprit heb. Ik zal het nu eventjes aan de andere kant ook doen. Half. En een beetje op de borst. De geur is toch een beetje mintachtig of zo. Ik kan niet helemaal uitleggen wat het nou precies voor een geur is. Zo. Oh, hij is een beetje smerig op zijn kop. Hier. Ik zal het eventjes. Normaal hoef je het hier niet per se te doen omdat het zadel daar ligt. Maar om nu eventjes het idee te krijgen of de vliegen echt weggaan, gebruik ik het wel even. Maar ik zie op dit moment geen vliegen op Mo zitten. En hij loopt ook niet meer zo druk met zijn been te doen. Dus ik hoop dat het werkt. En dan ga ik nu nog eventjes zijn hoofd doen. En dat doe ik heel voorzichtig. Nou, ik heb voor zijn hoofd maar een heel klein beetje spray gepakt. Want zijn hoofd is natuurlijk best wel wat spannender. En dan... Zijn hoofd gaat wel mooi glimmen. En het is dus belangrijk dat het niet in de ogen van het paard komt en in de neus. Dus dat ook een beetje hier. Nou, ik weet niet of jullie het op camera gaan kunnen zien, maar... Het glimt wel heel erg mooi en ik ben aan deze kant, bedacht ik me net ook nog de buik vergeten. Dus die doe ik nog eventjes snel. Nou ja, omdat modus sprayen dus best wel spannend vindt, doe ik het allemaal met een sponsje. Maar als je paard gewoon tegen sprayen kan, dan moet je gewoon op een afstand van 20 tot 40, dus dat is ongeveer zoiets. Kun je het gewoon sprayen en het is gewoon heel makkelijk. En ik zie nu wel, kijk, ik heb nu... Het is een beetje opgespeeld en ik heb een beetje vettige handen. Dus je ziet ook gelijk dat het op oliebasis is. Deze spray is dus van het merk Multicure. En ik was eigenlijk al bekend met dat merk. Want ik heb namelijk bij hun al eerder de Hypo Mock en de Hypo Sim gekocht. De Hypo Mock is dus voor als je paard mok heeft. En dit is een soort van verzachtende en beschermende zalf tegen mok. Nou heeft Mo niet extreem veel last van mok, maar... hij heeft er een tijdje een heel klein beetje last van gehad. En toen dacht ik van, nou ja, voor de zekerheid neem ik het. En dan heb je ook nog Hypocin. En dat is voor als je paard rotstraal heeft. En dit is dus extra ondersteunend. En dat zorgt voor een gezonde hoefstraal. Dus deze vond ik ook heel erg handig. En toen was ik al heel erg tevreden over dit merk. En nu met die vliegspet. Tot nu toe vind ik die ook helemaal top. Maar we gaan nu naar buiten, naar de buitenbak. En dan kijken wat er gebeurt. Of er ook heel veel vliegen, of er vliegen op afkomen. Maar nu... Er zitten gewoon geen vliegen omhoog, dus tot nu toe is die perfect, maar laten we snel gaan checken buiten. Nou, ik heb tot nu toe nog geen enkele vlieg op zijn lichaam gezien. Ik bedoel, hij is gewoon helemaal vliegloos. En ja, deze vliegspet die slaat dus eigenlijk 3 vliegen in 1 klap. Het is en het werkt en houdt de vliegen weg. En het laat je pony mooi glimmen. Dus je hoeft ook niet en een vliegspray en een glansspray te kopen. Oh, Magita die wil de bak uit. Maar ik ben dus echt super blij hiermee. Want hij is gewoon vlieg. Hij is gewoon, alle vliegen zijn gewoon weg. En hij glimt mooi. Dus het is echt zo fijn, denk ik. Om, ja, de volgende wedstrijd ga ik dit zeker gebruiken. Als het dan ook, als het warm is, dan zijn veel vliegen en zo. Maar hij glimt hier ook helemaal. En, oh... Hij ruikt lekker. Dat doen ze sowieso al natuurlijk paarden. Maar ik ben hier dus echt super blij mee. En deze spray is dus ook onder andere te koop bij Agradi en bij
Pharma Horse. Dus ja, ik ben er echt heel erg blij mee. En het is dus, ja, die olie, die is echt, die blijft dus langer zitten dan het water. En ja, dus het maakt de huid dus glanzig en een beetje vettig. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Gaan we nu nog één testen om te kijken of het goed werkt. En we gaan Mo in de loopstal zetten. En daar staan dus natuurlijk heel erg veel paarden. Dus dat trekt ook veel vliegen aan. Dus ik ben heel erg benieuwd of de vliegspray daar ook bestendig tegen is. Dus laten we snel gaan kijken en Mo in de loopstal zetten. Die gelijk naar hem toe komen. Dat is echt zo'n hecht groepje. Dus ik doe mooi zijn halsstraf. En dan ga ik kijken wat hij gaat doen. En die andere twee zijn wel dus constant aan het sweepen. Maar die van Mo, die hangt helemaal stil. Dus dat betekent dat hij ook geen last van de vlieg heeft. En dan ga ik nu nog eventjes op zijn vacht kijken. Hi Mo. Nou, en ik zie er gewoon helemaal niks op zitten. Hij is ook niet druk met zijn benen bezig. En die anderen zijn dat wel, die zijn constant met die staarten aan het sweepen. Dus oh, dat is echt een wondermiddel. En het is zo fijn dat deze vliegspray dus gewoon echt heel erg goed werkt. En dat hij dus ook nog glans geeft. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. Dus deze ga ik echt zeker vaker gebruiken. En als jullie dus nog een vliegspray zoeken die en de vliegen weghoudt en verglans, dan zou ik zeker deze aanraden van Beauty Cure. Want hij is echt zo ontzettend fijn. Dus ja. Deze is zeker geslaagd en dan ga ik nu Mo weer lekker alleen laten. Want de voerrobot die gaat zo nog deze voerbak doen. En dan gaat hij ook weer lekker eten. Nou, Mo staat weer lekker in de loopstal en gaat zo meteen lekker weer zijn buikje vol eten. Want dat is hij trouwens nu ook heel erg goed. Hij staat constant aan de voerbak als de voerrobot is geweest. Dus hij kan al best wel goed ook met de kudde meekomen. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. En de vliegspray krijgt zeker een duimpje omhoog. Maar als ik het een cijfer zou moeten geven, zou het zeker 9,5 of zo krijgen. Want ik ben er echt heel erg blij mee. En het werkt ook echt ontzettend goed. Net op de loopstal ook gewoon alle paarden sweepen met hun staart. En die van Mo was gewoon stil. En er zat ook gewoon helemaal geen vliegen op zijn lichaam. Dus daar ben ik zo blij mee. Echt, oh, ik ben echt heel blij met die spray. Dus ja, ik vind het echt heel erg fijn. Dus wil je er nou ook nog een halen, dan zeker zo eentje. En ik hoop dat jullie deze vlog ook leuk vonden. Waarin ik jullie dus meenam om te kijken of deze vliegspray werkt. En als je deze video leuk vond, dan even een duimpje omhoog. Of wil je nog veel meer video's zien, check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!